NOB is het kennisnetwerk en expertisecentrum voor Nederlands onderwijs in het buitenland. NOB zet elke 2 jaar leerlingvizier uit. Een vragenlijst waarmee we meer ontdekken over onze circa 11.000 leerlingen wereldwijd. 956 ouders vulden onze vragenlijst in. Een prachtig en betrouwbaar resultaat voor onze eerste uitvraag. De meest voorkomende redenen voor gezinnen om in het buitenland te wonen zijn vanwege werk of omdat het thuisland is van hun partner. 78% van de ouders die de vragenlijst invulden woont al meer dan 5 jaar in het buitenland. Bij leerlingvizier is de gemiddelde leeftijd van de leerlingen 9 jaar. Leerlingen kunnen primair of voortgezet onderwijs volgen. Dat doen zij op verschillende manieren en op verschillende plekken. Uit leerlingvizier blijkt dat veel van de leerlingen 2- of meertalig zijn. Naast het Nederlands spelen andere talen een belangrijke rol. Ouders geven als voornaamste redenen voor het volgen van Nederlands onderwijs in het buitenland het verder ontwikkelen van de Nederlandse taal en voorbereiding op toekomstig onderwijs in Nederland of Vlaanderen. Van de ouders die naar Nederland of Vlaanderen zijn verhuisd, meldt 75% dat hun kind zich soepel aanpast bij verhuizing. De uitkomsten van leerlingvizier tonen het belang aan van Nederlands onderwijs in het buitenland en helpen NOB bij de verbetering van haar dienstverlening.